Schoten. Vanmiddag wordt hier een cursus gegeven, Weerbaarheid voor Vrouwen, door Stichting Welzijn Oldans. En goed. En hoe is het idee ontstaan om deze cursus te geven, de cursus Weerbaarheid voor Vrouwen? Het idee van hier was dat ik ben persoonlijk benaderd door degene hier, dat was Kokkie Loos. Die heeft mij gebeld of ik de cursus wilde doen. Ze had via van mij gehoord, want ik heb ooit een voorlichting gegeven in Bijlen voor ouderen. En dat had ze via gehoord en begrepen, dus vandaar dat ik benaderd ben om hier de cursus te doen. En wat wordt er zoal geleerd op deze cursus? We leren een heleboel praktijkdingen. En dat klinkt misschien raar, maar ik zeg ook steeds, het is een cursus zelfverdediging. Dus we leren je te verdedigen op het moment dat je wordt aangevallen. Dus het is geen vechtcursus, maar puur als je wordt aangevallen, dat ze de overtuiging krijgen dat ze in bijna elke situatie iets kunnen doen. En dat geeft al een vorm van zekerheid, een vorm van zelfvertrouwen, zodat ze al, en dat leren we ook in de cursus, anders gaan lopen. Houding, uitstraling is zo vreselijk belangrijk, want daardoor kan je al een heleboel dingen voorkomen. U doet mee aan de cursus Weerbaarheid voor Vrouwen. Waarom doet u mee? Nou, het zit al ingebakken in de cursus Weerbaarheid, om je weerbaar op te stellen in een noodsituatie die eventueel kan ontstaan. Dat hoop je van niet, maar dan ben je paraat, hè? Geldt dat ook voor u, mevrouw? Ja, dat geldt ook voor mij. Ik zit namelijk dagelijks in mijn scootmobiel als ik mij moet voortbewegen. En dan vind ik dat je daar in een kwetsbare positie verkeert. En toen kreeg ik van de leiding van de Bospoort te horen dat deze cursus kwam. Toen dacht ik, zal eens kijken of ik daar ook nog mee kan doen. En dat is 100% meegevallen. Die mevrouw die lesgeeft, die houdt er echt rekening mee dat ik ook niet zo goed kan staan bij de oefeningen. Maar ik kan ook alles vanuit de scootmobiel, kan ik veel dingen doen om mij weerbaar op te stellen. Je vuist doen en je kan die doen. Die kan je dan gewoon samen... Denkt u dat u er in de praktijk ook iets aan heeft? Dat denk ik wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, iedere situatie is natuurlijk anders. Maar we hebben verschillende grepen geleerd. Van boven en van onder. Dus dan kijk je maar wat het beste is. Ja. Dus u gaat straks beide zeker de straat op? Nou, je zoekt het natuurlijk niet op. Maar alleen in de noodsituatie. En ik hoop dat ik het nooit in praktijk hoef te brengen. Maar ja, dan ben je toch een beetje van wanten. Deze raak je naar die kant. En met deze raap je naar die kant. Kijk zo, dus heb je zo. Denkt u dat deze dames na 6 weken weerbaar genoeg zijn om hun mannetje te staan? Ik denk het zeker en ik hoop het. En ik hoop, en dat zeg ik ook altijd aan het eind van de cursus, ik hoop dat ze het nooit nodig zullen hebben. Want dat ga je in principe vanuit. Maar ik hoop ook dat als ze het nodig zullen hebben, dat ze iets zinnigs kunnen doen. En dat is het belangrijkste wat ik ze mee wil geven.